Een echte Harley-Davidson is voor velen een droom. Een droom die meestal nooit in vervulling gaat. De reden daarvan is dat een Harley-Davidson nogal aan de prijs is. Fout gedacht, want een Harley hoeft helemaal niet zo duur te zijn. Neem nou deze stoere Iron. Het blok met 883cc. Maar omdat de koelribben groot zijn, zou je denken dat er minstens een 1200cc in schuilt. Dat hebben ze in Milwaukee goed gedaan. Al sinds jaar en dag maakt Harley gebruik van de bekende 45 graden luchtgekoelde V-twin. Hij is vaak nagemaakt, maar niemand heeft de eigenschappen kunnen benaderen, laat staan overtreffen. Tenminste op emotioneel vlak. Want zoals een Harley loopt, loopt geen andere motor. Zoals de hele motor staat te schudden als hij stationair loopt, draait geen andere motor. En zoals een Harley klinkt, klinkt geen andere motor. En zo zouden we nog heel lang door kunnen gaan. De gebruikte techniek is uniek en al lang achterhaald. Onderliggende nokkenassen, stoterstangen, twee kleppen per cilinder en luchtkoeling. Allemaal nogal ouderwets. Geen enkele Japanse fabrikant die het zo durft na te maken. Rationeel gezien is er genoeg aan te merken op dat motorblok. Het maakt veel mechanische geluiden, het schakelen gaat stroef en er zit veel speling in de transmissie. Maar dat zijn zaken die bij een Harley horen en waar de eigenaar zich niet druk over maakt. Hij geniet van de good vibrations, de koele zithouding en de krachtige mokerslagen. Ook van deze kleine Harley die uiteindelijk niet meer dan 53 pk levert. De 53 pk is genoeg voor een puur theoretische top van 160 km per uur en dus meer dan genoeg voor een praktische top van 120 km per uur. Hard rijden met een Harley is not done. Rustig cruisen dus, daarom is die enkele schijfrem in het voorwiel ook voldoende. De Iron 883 is, net als alle andere types uit de 883-serie, een instapmodel voor een gunstige prijs. De bedoeling daarvan is dat, als je eenmaal Harley rijdt, je dat ook blijft doen. En die kans is groot, je bent gewaarschuwd.